Hoe vaak heb je anale seks? Ik heb deze afgelopen week ben ik wel echt hard gegaan. Nee, ik... Ik heb anale seks gehad. Nee. Holy moly. Ja. Ja, ik ook, ja. Nou. Ja. Oh. Ja. I hope you used enough Vaseline, so it wasn't painful. Doe niet anders. Ik zou het wel willen proberen, een keer. Dan moet je veel glijmiddelen nemen. Oké, okay. Ja. Weet ik. En niet te vaak, want ze rekt de boel uit. Obviously. Like, Barbie didn't have a pussy either, but ja, yeah, vaak genoeg. Ja, disturbing, hè. Next. En waarom heb je geen anale seks gehad? Nee. Waarom? Nou, nee. Iemand heeft daar ooit heeft dat ooit geprobeerd en dat is, daar heb ik geen prettige ervaring mee. Nee. Omdat het een uitgang is en geen ingang. De spiergroep anders is. Oké. Okay. Dan vergelijken met de vagina. Die is daarvoor gebouwd. Dat is waar. Ja. Omdat het me niet fijn lijkt. Omdat echt alles wat erbij in de buurt komt, denk ik al gelijk, nee, niet doen. Auw. Nee, dat is ontspanning. Moet je goed je even ontspannen. Valt het buiten je principes? Ja, precies. Weet je wel, dat doe je niet. Ja. Hè? Dat is niet de standaard. Tuurlijk, ja. Sommige vrouwen die zijn er gewoon heel hard in. Ja. Weet je, dat gebied, dat is export en geen import. Heb je wel eens een vinger in je anus gehad? Ook niet. Moet je niet even... Wil je weten? Dit soort dingen? Nee. Pas, denk ik dan. Dit soort dingen. Nee, niet helemaal. Als je niet een keer je ja, ik had vroeger moest ik de Z-pil. Als je toch die pilletjes, dan moest je daar insteken, Janus. Ja, was niet echt fijn. Zonder dat je het wil. Of dat je het verwacht. En dan zit je ook zo. Ja. Nou, was dat beter dan? Minder oud? Nou, ik ben meer... Heb je Peter Zander wel eens gezien? Nee. Nee, bedankt. Next. Hoe vaak heb je anale seks? Vaak. Dat verschilt heel erg. In welke fase van mijn leven ik me verkeer. Welke fase zit je nu? Anale fase. Gewoon wanneer ik seks heb en dat zou ik zeggen, dat is 2 keer in de maand. 2 keer in de maand? Ik heb niet zoveel seks. Dat is heel weinig. Dat is niet goed. Hoezo? Weet ik veel. Stel, je had nu een relatie. Stel. Ik denk 3-4 keer per week of zo. Maar dan wel ik bij die persoon en niet die persoon bij mij. Ik heb deze afgelopen week ben ik wel echt hard gegaan. Nee, ik ben echt gewoon helemaal uit elkaar getrokken deze afgelopen week. Ja, dus eigenlijk vrijwel nooit. Het is ook lang geleden. Dus nooit. 5 keer gedaan of zo. Bij iemand. 1 keer bij mezelf. Niet vaak. Niet vaak? Nee, en nu op dit moment eigenlijk helemaal niet zelfs. Je weet wie je bent if you're watching at home. Maar deze week. Soms zitten er droge periodes in, maar she's taken care of. All right. Ben je nieuwsgierig naar anale seks? Ik heb het niet echt volledig anale seks ooit gehad. Het is wel eens een keertje per ongeluk gegaan. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Nee. Een dikke vette nee. Misschien ook wel omdat de beelden die ik erover heb. Ja. Ik zit dat er gewoon allemaal in mijn ogen zo letterlijk hard is. Ik lag op mijn zij, diegene lag op zijn zij. Nou, toen hadden we gewoon normale seks. En toen vloog het gewoon even de andere afslag. Ja, ging gewoon even helemaal niet goed en ik raakte zo in paniek. Ja, ik moet wel een keer proberen. Ja, ik heb wel eens gelezen bijvoorbeeld dat het best wel intens kan aanvoelen. Dus ja, ik wil zelf wel weten hoe. Op een fijne manier of juist niet.
Het is nu denk ik 3 keer in mijn leven gebeurd. En 3 keer ren ik dan dus naar de badkamer. En dan krijg ik een half paniekaanval. En het zweet zit op mijn voorhoofd. En ik zit alleen maar, ja. Ja, dan ga ik gewoon op de grond zitten. Omdat ik zoveel pijn heb. Heb je wel eens aan dubbele penetratie gedaan? Nee, helaas niet. Als ik er zo achteraf aan denk, ja, waarom hebben we dat eigenlijk nooit gedaan? Want dat is wel een gemis, ja. Ja, maar ja, met die maat van mij, ja. Ja. Fucking hell. Was een hoer in de stad, ja. Eeuw, was het rode ramen? Oh, Jesus Christ. Ja. Ja? Ja. We zaten zo in het appartement te kletsen over seks en porno en weet ik veel. En het was een beetje een uitdaging dat... we zaten zo te praten over hoe is het eigenlijk om een trio te hebben, dubbele penetratie. En ik weer dan, ja, hebben jullie dat niet gedaan? Kom, let's do it. Mm-hmm. En ze kijkte me echt aan en die vroeg, Lennart, vind je dat fijn? Mm-hmm. En ik zei, ja, nou ja, ik... Waarom niet? Ik ken Peter. Mm-hmm. En, dus het was gewoon vertrouwd, goeie zin. Ja, het was echt vertrouwd. Ja. Dat doe je niet zomaar. Nee. Wat is volgens jou dan de beste techniek? Oeh. Ja. Ja. Nou, opbouwend. Kontje van heel langzaam naar heel hard en wild en ruig. Ja, goed, goed vochtig hebben we eerst. Ja, anders doet het au. Nou, dan gewoon gaan met die banaan. Huppatee. Ja, en door. Voordat je begint moet je het wel goed insmeren met glijmiddel. Is er dan spuitbus of echt nou, gel? Nou, gewoon gel, maar dan moet het wel op waterbasis zijn en niet op siliconen, volgens mij. En daarna is het ook weg of blijft het erachter glibberen, het spul? Ik heb geen idee. Dat moet je aan iedereen vragen die dat bij mij heeft meegemaakt. Ik ben niet. Seksstandjes op te noemen. In 3, 2, 1. Oh, doggy. 69. Ja. De helikopter. Scharen. Kruiwagen. Ja, inderdaad. Even bovenop. Cowgirl. Converse cowgirl. Shit. Nou. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zou zeggen like en subscribe, want wie weet komt er meer. Dank u. Proud of my girl, hè? Zo, top. Dankjewel jongens. Yo.